hoort van ons iedere dag. Field of Music, Radio Star. Zondagochtend bij Radio Star. Tijd voor het grote Radio Star verzoekprogramma. Uiteraard ook dit soort platen horen erbij op zondagochtend. 21 Pilots en Stressed Out. Ja, die stress die mag inderdaad volledig wegvallen. Het is grote vakantie. En wij gaan over naar een gesprekje met de twee dames hier aan tafel, zoals ik daarnet al zei. Wendy de Ridder en Evi Temmerman. Goedemorgen of bijna goedemiddag, dames. Goedemorgen. Ja, ik ben mij normaal gezien niet bewust van de twee webcams die hier omhoog hangen in onze studio. Dus de luisteraars die weten dat ze kunnen surfen naar de webcam en kunnen volgen wat er bij ons gebeurt in de studio. Maar nu zo'n groot ding naast mij, die grote camera, daar moet ik eventjes aan wennen. Maar dat is oké voor jullie? Ja, ik ben dat al gewend. Wendy ondertussen toch ook wel. Hè. Ja, dat is voor mij iets minder. Ja, het is leuk hoor. Zeker en vast, laat het maar doorgaan. Maar ik ga me proberen te gedragen. We gaan het hebben over de boekendfeesten. Dat is toch de juiste uitspraak, hè? Niet boekend, boekendfeesten. Hè? Inderdaad. En dat bevindt zich in Kerksken. Aanstaande vrijdag, 8 juli, gaat dat allemaal door. En het is al de 9e editie, lees ik op jullie flyers. 9e editie, zeg. Dat is al een serieuze geschiedenis, hè? Ja. Hoe is dat allemaal tot stand gekomen, 9 jaar geleden? Ja, eigenlijk een privéfeestje. We zijn beginnen bouwen en wat een idee van, we gaan gewoon de buren uitnodigen. Ja. Dat buurtfeestje is eigenlijk een beetje uit de hand gelopen. En iedereen zei van, we gaan dat volgend jaar terug moeten doen, dat is tof. Maar ja, elk jaar in u en of, lukt dat niet. Dus wat hij zegt van, we gaan een tent zetten, 500 man kan daar binnen. Maar die eerste opkomst, dat was 1500. Dus totaal niet voorbereid. Super een ambiance gehad. En dan zijn vertrokken. Nee, dat zeg ik ervan. Dat was de bedoeling maar eenmalig te doen. Maar ja, als je die avond die je kick krijgt van de mensen die daar staan, die ambiance, dan probeer je dat wel verder te doen. Ja, jullie spraken daarnet van 2.000-3.000 mensen vorig jaar. Ja. Dus dat was al een serieus succes, hè, zeg. Voor een, heb ik me daarnet laten vertellen, een gehucht, een kleine gemeenschap in de buurt van Kerksken. Ja, maar ik denk dat dat nu al zodanig groot is geworden of uitgebreid, dat er veel mensen van, niet alleen van Kerksken komen, maar ook van buiten Kerksken. Dus het is overal wel gekend. De mensen die al één keer geweest hebben, die komen elk jaar wel terug. Er zitten evenveel mensen in de tent als buiten de tent. Dus de sfeer binnen de tent is geweldig, maar eveneens buiten de tent, dat is echt ambiance vol een bak waarschijnlijk. Dat ligt uiteraard aan jullie affiches, zeg, want er komt groot volk langs. Ja. Jullie mogen daar gerust wat meer over vertellen, hoor. Aan wie mogen de luisteraars zich allemaal verwachten komende vrijdag? Ons affiche bestaat van het jaar uit Ambidance, Get Ready, Bart, Sergio, Kim, Lisa Lewis en natuurlijk Willy Sommers. Ja, je zegt het ook met de nadruk. Natuurlijk, dat is de hoofdact waarschijnlijk op het einde van de avond of zo. Ja? Nee, hij staat toch niet op het einde van de avond. Maar Willy Sommers is ook de derde keer, denk ik al, dat hij bij ons langs is. Ja, want ik vroeg me ook af, van een burenfeest tot zo'n groot evenement. Ja, hoe geraak je bij allemaal die mensen? Jullie hebben toch al wat connecties ondertussen, dat je zo mensen kan op de kalender zetten, hè, op de affiche zetten. Ja, we beginnen eigenlijk in september al met de vraag naar de medewerkers toe. Wat denkt u van die artiesten? En we proberen ook elk jaar iemand anders, dat niet elk jaar dezelfde artiesten zijn. Dan nemen we contact op met het boekingsbureau. Van, dat hebben we in gedachten. Ja. En zo, ja. Wordt dat allemaal gepland? Ja. Dus als ik het zo hoor, we zijn dus aanstaande vrijdag 8 juli. En jullie beginnen dus een tiental maanden op voorhand met de voorbereidingen. Inderdaad. Ja. Daar kruipt waarschijnlijk heel wat werk in en tijd. Ja, vooral de dat voorbereidingen, dat valt nog mee. Maar vanaf nu woensdag is dat eigenlijk tot zondag weinig slaap en constant amusement. Dank u. Constant amusement, ja, daar hangt ook van uit. Maar de avond zelf vergeten al dat werk dat je erin gestoken hebt, want dat is echt... Dat is de bedoeling uiteraard, hè. Voor onze luisteraars, ja, het is dus, was oorspronkelijk een burenfeest, maar iedereen is er welkom. Wat is de prijs van het toegangskaartje? Wel, de prijs is gratis, maar er zijn op VIP-kaarten, dat is VIP-plaatsen, dat is €40. Dat wil zeggen dat je plaats gereserveerd is. Dus wil jij om 9 uur komen of om 10 uur, dan ben je zeker dat je nog een plaats hebt. Want als je om 9 uur gewoon in de tent komt, dan mag je recht staan. Want er is geen plaats meer. Dus daar ben je zeker mee een VIP-kaart. Je krijgt ook een halve fles champagne. En er zijn ook broodjes en zo voorzien. Dus die mensen worden
wat meer in de watten gelegd, maar ze betalen er ook voor dan. En voor de andere mensen is dat natuurlijk ook drank en misschien iets te eten, ja? Drank en eten is er daar ook allemaal voorzien. Dus als je komt, ga je zeker niet uitdrogen en niet verongeren ook. Wanasse. Dus aanstaande vrijdag, nog eens voor iedereen thuis, ik ga eventjes samenvatten. Aanstaande vrijdag, dat is dus op 8 juli, mogen jullie allemaal gratis langskomen en boekend. Dat is eigenlijk de plaats. Ja, de Mosveldstraat in Kerkske. Mosveldstraat in Kerkske. En het begint allemaal vanaf? Om 6 uur gaan de, ja, de deuren open. Ja. Gaat de tent open. En om 20 uur begint de eerste artis. Ja, amai zeg. Dus allemaal op posten komende vrijdag. Dus vanaf 6 uur 's avonds is iedereen daar welkom. Het is gratis. Dat is een superboodschap voor de luisteraars. En voor de mensen die graag een centje meer willen geven. Voor €40 hebben jullie dus gereserveerde, genummerde misschien plaatsen. En, of heb je toch een plaatsje vooraan aan het podium waarschijnlijk. Ja. Champagne en broodjes erbij. Dat is de samenvatting. Dames, wij duimen mee voor goed weer. Zeg maar, kijk, Die is besteld. Hebben jullie het weerbericht al eens doorgenomen? Ja. En? Maar dat is altijd al de week op voorhand, dat constant op dat weerbericht zitten zien. En als we het mogen geloven, geven ze volgende week zonnekan 26 graden. Maar eigenlijk, het is de 9e editie en we hebben nog nooit regen gehad. Het is al 9 jaar op rij. Dag ervoor of 2 dagen ervoor. Hieten. Dag zelf, goed weer. En dag nadien met Nophuis ook heen. Dus we zijn voorbereid. Ja. Is er iemand die jullie voorkeur wegdraagt komende vrijdag? Voor wie gaan jullie echt? Of mag je dat niet uitspreken? Dat kan ook. Hè. Voor mij persoonlijk zijn ze allemaal evenveel. Want als organisator heb je op die avond heel weinig aan de artiesten. Je merkt weinig wat dat ze zingen. Mijn voorkeur persoonlijk is... Ja, Willy Sommers en Kat Reddy, toch? Ja, ik vind ze eigenlijk allemaal, ik vind ze allemaal top, hè, dat ze daar allemaal staan. Natuurlijk voor Kim is dat ook iets, want Kim heeft meegedaan aan K3, dus voor de nieuwe K3. Ja. Dus ik vind dat zij een heel prachtige stem heeft ook, voor daar te staan op de boeken. Dus van mij mogen ze daar allemaal staan. Ik vind ze uiteraard. Even top. En natuurlijk onze Frank van Ambidijns, die praat ook heel de avond aan elkaar. Hè. Die doet al een vijftal jaar, denk ik, ook de presentatie ondertussen. Die zorgt voor het entertainment ertussendoor. De geknipte man daarvoor, denk ik. Inderdaad. Voilà. Laten we dus jullie veel succes toewensen aanstaande vrijdag. Hopelijk barst het uit zijn voegen. Dat mag wel, hè. Bent ook welkom mee. Ja, we gaan ons best doen. Alleszins, mogen wij een nummer draaien van een van jullie artiesten nu? Zeker. Wel, wij hebben eigenlijk al gekozen voor Sergio. En onze technicus Andy, die koppelt er meteen ook de ladies aan. Ja, dat heeft waarschijnlijk weer een reden. Maar hij zal het gaan hebben over Sister. Veel succes vrijdagavond. Dank je wel. Toch nog even samengevat, jullie mogen daar gratis langskomen. Er is een presentatie van Ambidance, Get Ready komt langs, Bart, Sergio, Lisa Lewis, Kim en Willy Sommers. Zoals ik daarnet al zei, het is allemaal gratis, tenzij je VIP-kaarten wenst. Die kosten dan €40. Plaatsen zijn gegarandeerd. En de twee dames, Wendy en Evie, die wisten me ook te vertellen, parking, dat is er voldoende. Er wordt daar heel veel volk verwacht, maar er is voldoende parking. En ja, ze wezen maar ook eventjes op 9e editie, volgende jaar, dus een jubileum en dat belooft groots te worden. Dus misschien ook al dit jaar eventjes een kijkje gaan nemen, zo weet je hoe het volgend jaar ook al zal aan toe gaan. Komende vrijdag 8 juli boekend feesten in Kerkske. Je hoort van ons iedere dag over